doet me wel aan iemand denken, moet ik zeggen. Ik zeg niks. Nee, daarom. Zeg maar niet. Zeg maar niet. Bingo. Zeg maar niet. Dan hebben we in ring 1, de eerste driejarige, catalogus nummer 72, Imke TM. Stamt af van kampioenshengst Johannes 484 uit de moeder Janna RS. En die is van Taken. Fokker-eigenaar A. Talsma en O.J. van Marion in Heergebeintum. En die bijten hier dus vanmorgen het spits af. En in baan 3 staat inmiddels nummer 171, Tjarda van Horp. Een Epke Malheidse. En de fokker-eigenaar is J.P. Mensink uit Zwelo. Nummer 171 in baan 3. Is de rubriek 7 jaar en oudere stermerries. Graag zouden wij in baan 2 ook paarden zien. Baan 2, graag paarden. Willen de nummers 199 en 201 graag naar baan 2 gaan. We blijven de kroonmerries die om 8:30 exact werden verwacht in baan 2, rubriek 8D. Te vinden op pagina 136. We verzoeken u vriendelijk, doch dringend, om u te melden bij ringmeester Harm van der Meulen. ...199 en 201. Daar wordt met smart op gewacht. ...199 Diamond M en 201 Danielle Alita. In baan 3 hebben we 168 Hitske van de Wiggerie, Jisse Mal Riepke
Fokker. Mevrouw G. van der Veer Jellema uit Tanje. En de eigenaar is B.E. van der Veer en W. Flapper uit Tanje. Nummer 168 in baan 3. 7 jaar en oudere sterrenmerries. Dan ontwaar ik catalogus nummer 71 uit rubriek 5a. Gerritje E. van der Noesterhoeve. Vader Johannes 484. En de bekende moeder Elsa Maaike van der Noesterhoeve. Fokkereigenaar Pieter Okkema in Wit Marsum. De jury in ring 1 bestaande uit de dames Sabine Zwaga, Corrie Terpstra en de heer Frans Smits. En met de kroonmerries. Mevrouw Jolanda Slootjes in het gezelschap van Wil Thijssen en inspecteur Piet Bergsma. En in ring 3 ontwaar ik enigszins in de mist mevrouw Esther Reen en de heren Jan Hellings, inspecteur. En het gezelschap wordt gecompleteerd door Popke van der Meulen. Bij de kroonmerries 199, ring 2, Diamond M, vader Julius 486, moeder Izzy M, die is van de Hengst Heidse, fokker-eigenaar Milchien Deurningen, M. Milchien in Deurningen. In baan 3, nummer 169 voor de jury, schoutje van de Hemaar, Stendert Malonne, fokker-eigenaar M. de Boer uit Koudum. Rubriek 7 jaar en oudere stermeries. Afgelopen zomer natuurlijk een uitnodiging gekregen om hier vandaag hier op het mooie terrein in Haarlem te komen. En in eerste instantie een gooi te doen, misschien wel naar het kroonpredicaat.
Bij de driejarigen 74. Gia van Gold Seehof. Vader Marcus 491. Moedersvader Mewis 438. Fokker, familie Mangbet in Nouders en in eigendom bij Bianca Gius in Assen-Delft. De deelnemers uit rubriek 5e, driejarige stermeris, die kunnen zich zo dadelijk vervoegen bij Harm van der Meulen, ringmeester in ring 2. Rubriek 5e te vinden op pagina 108. Goed, men is hier in ring 2 zover om het eerste paard te bespreken. En ik geef met alle genoegen het woord aan de inspecteur Piet Bergsma. Ja, dankjewel Henk. Welkom. Onze eerste groep is al klaar. En de eerste twee plaatsen we niet normaal gesproken. Dus deze wordt ook niet geplaatst. Wordt uitgenodigd voor de kampioensring voor vanmiddag. Luid en duidelijk. 5e. Melden met spoed bij Harm van der Meulen, ringmeester in ring 2. 99 tot en met 105. 99 tot en met 105. Komt u naar de vooropstelling. ...170 in baan 3. Veerle SR. En met hier de combinatie Turben maal Onne. En de fokker-eigenaar is Sjoerd de Ruiter uit Nijbeets. Nummer 170 in de rubriek 7 jaar en oudere stermerries. ...99 tot en met 105. Driejarigen graag zo snel mogelijk richting ring 2.
Ring 1, catalogus nummer 73, Hanne T. van Sessing. Vader Alwin 469. Uit een Epke moeder, Fokker-eigenaren, familie Tank in Vragender. Even voor de duidelijkheid, 7 jaar en oudere merries die vanmiddag deelnemen aan het kampioenschap, worden vanmiddag uit de rubriek de voorlopige de modelmerries gehaald. Dus de merries die vanmiddag aangewezen worden voor voorlopig model en daar dan ook dat behalen, daar uit die groep wordt de 7 jaar en oudere merries gehaald voor vanmiddag voor het kampioenschap. Dat was de presentatie van nummer 170. En dan krijgen we alweer de laatste in deze rubriek. 7. Ja, 172. Vrouwtje C. Een Norbert. Uit een Anton. De fokker is J.M.W. Cent uit Netterden. En de eigenaar is J.A.M. de Wit uit Heemskerk. 172 staat inmiddels in baan 3 en is dan ook de laatste van deze groep. Ring 1, catalogus nummer 75, Hester van Hielpen, vader Marcus 491, moeder Barber van Hielpen en die is van de hengst Wiert 409, fokker-eigenaar mevrouw R. de Vries Bakker in Hinderlopen.
En dit is de laatste ronde van nummer 172. En dan gaan we deze eerste rubriek, rubriek 7, 7 jaar en oudere stemmerries, op tal zetten. Rubriek 5e in ring 2 is begonnen. Catalogus nummer 99 staat opgesteld. Hopke van de Peesterhoeve. Vader Marcus 491 uit een Norbert moeder genaamd Nienke van Kleiterp. Fokker J. Eckhart in Peest en in eigendom bij M.B. Huitink Tempelaar in Heteren. ...171 is al binnen, dan krijgen we nummer 170, 172, 168 en dan 169. 171, voorlopig op kop, dan nummer 170, 172, 168 en dan 169. En dan hebben we voor vandaag de eerste groep aan het rondstappen, rubriek 7. Hier zitten geen aanwijzingen bij voor het kampioenschap 7 jaar en ouder. Die aanwijzing voor het kampioenschap gaat vanmiddag plaatsvinden bij de voorlopige modelmerries. De jury bekijkt ze nog even. Vaak even mooi in een groep. Dan zie je ze nog een keer weer rondstappen. Is dit de juiste volgorde of gaat er nog iets veranderen? Een 77, Hadewig van HMV. Vader Alwin 469. Uit Rafaella van de Olde met de Moten, moedersvader Beert, Fokker Vriesenstal van HMV Olst, eigenaar Earl Le Frison, de Ambijn Minitrol. De
De jury is eruit. Jullie mogen zo'n hand houden. En dan geef ik de microfoon aan de heer Hellings. Goedemorgen, beste mensen. We hebben hier rubriek 7, de 7 jaar een oudere stermerries. We hebben 5 paarden gekeurd, alle 5 terug. Op vijfde plaats nummer 169. Een paard dat goed een trastype heeft, royale voorhand. Het hoofd is iets lang, ook langgelijnd dus. Een sterke bovenlijn erin heeft. Beenwerk heeft voldoende hardheid, iets gehoekt in de achterbeen. Heeft een actieve stap, had ik graag iets meer souplesse gezien. Een draf maakt die goede houding, maar blijft een beetje hoog ritme, mocht meer doortreden. Hele mooie rassenmerk, correct gebouwd, maar vandaag geen kroon, of voorlopig kroon. Dan nummer 168. Ook een langgelijnde merrie. Goede bovenbouw, voorbeenlengte hadden we graag iets langer gezien. Trastype, het hoofd had wat meer edelheid mogen uitstralen. De hals is goed geplaatst. Beenwerk, voldoende kwaliteit, ook iets gehoekt in de achterbeen. Hij stapt actief en ruim, goede tred. De draf heeft ook goede ruimte. Moet je meer inklimmen, hadden we hem graag meer zien reizen dan voorhand. Paard heeft ook een voldoende hiphop, maar een type aan de beenwerk is toch vandaag onvoldoende voor kroon. Dan hebben we nummer 172. Paard dat veel rasuitstraling heeft, edel hoofd erop. Ook een mooie verticaal geplaatste hals. En de bovenlijn kon hij iets sterker zijn. Verder voldoende evenredig gebouwd. Beenwerk heeft voldoende hardheid, is een fractie week gekoord en een hele actieve stap. Ook als je de goede ontspanning vindt, ook goede ruimte erin, goede tak erin. En een draf, heel veel vermogen, veel ruimte, had ik graag meer ruggebruik gezien. Maar gezien het totale beeld ook, wordt deze vandaag gekroond. Dan hebben we nummer 170. Een hoogbenige merrie, wordt correct gebouwd, goed grastype, royale voorhand erop. Hadden we graag iets meer neklengte gezien. Het beenwerk heeft veel kwaliteit, dus hardheid, voldoende correct gesteld. Een stap heeft een goede tred, kon misschien iets een ruimere pas maken, maar wel een actieve stap. Een draf, voldoende kracht, ook is lichtvoetig. Mocht misschien iets meer lossigheid tonen, maar gezien zijn goede type en ook een voldoende beweging wordt hij vandaag ook kroon. Nummer 171, een merrie met veel rasuitstraling, mooie voorhand, veel behang, edel hoofd erop, ook correct gebouwd, hoogbenig, een goede bovenlijn. Beenwerk heeft goede kwaliteit. Stap heeft die goede tak erin, veel veer. Makkelijk door het lichaam, ook een draf, lichtvoetig. Mooi opwaarts. Gaat met veel balans door de bochten. Deze merrie wordt ook kroon. Eigenaar, gefeliciteerd. Dankjewel, Jan. Voor de uitleg van deze rubriek 7 jaar en oudere stermerries. Inmiddels 3 niet meer ster, maar kroon geworden. Van harte gefeliciteerd. Fokkers en eigenaren. En 6 en even voor de duidelijkheid. 7 jaar en oudere kampioenschap wordt vanmiddag gehaald uit de merries die voorlopig model worden. Dus
Het is even iets anders dan met de jongere paarden. Daar gaan van elke rubriek sowieso twee paarden door. Mits zij bij de driejarigen ook kroon worden, dan gaan zij door naar driejarig kampioenschap. Bij de oudere paarden, zeven jaar en ouderen, gaan de kampioenen worden gehaald vanmiddag uit de voorlopige modelmerries. Dus dat houdt in dat nummer 171 en 170 niet terug hoeven te komen voor het kampioenschap. Maar natuurlijk van harte gefeliciteerd met behaalde predicaat en ook 172 en 168 en 169. Ontzettend bedankt voor de deelname. Mooi om zo'n groep ouderen ook weer terug te zien. We hebben het binnen Stamboek altijd over houdbaarheid en duurzaamheid. En dan is het mooi dat je deze oudere merries dan toch ook weer terug ziet. De laatste driejarige uit rubriek 5A, thans in de piste in ring 1, 76, Hielkje van het Jaagpaard, vader Alwin 469, moeder Klazien van het Jaagpaard, moedersvader Volkert, fokkereigenaar M. Wiersma in E. En in baan 3 gaan we verder met rubriek 8. 7 jaar en oudere kroonmerries. Nummer 173 inmiddels in de baan. Ilse Oet Olle Kloosterveen. En de fokker-eigenaar is mevrouw Gerda Oldenburg-Wessels uit Hooghalen. En de merrie is een combinatie van Jisse maal Tjerk. We gaan nu dus weer een stapje verder. We krijgen nu kroonmerries in de baan. En deze merries zijn 7 jaar en ouder en zouden dus een gooi kunnen doen naar het modelpredicaat. Maar wat ik al aangaf natuurlijk, en dat geldt voor ook de driejarigen die vandaag voor de kroon komen en de merries de 7 jaar en ouder die voor het modelpredicaat komen, dat is niet voor allemaal weggelegd. Dat is een zeer strenge selectie. Alles moet wel ongeveer kloppen qua exterieur en beweging. We zullen vanmiddag na de middag zien welke merries terug gaan komen en daar nogmaals gekeurd gaan worden. En dan misschien het model of voorlopig modelpredicaat op hun papier krijgen. Eerste groep, driejarige stermeris, rubriek 5A, ring 1. Voorlopig de volgorde. Schrijft u maar even mee. 71, 74, 76, 72, 75, 73, 77. Ik herhaal. 71, 74, 76, 72, 75, 73 en tenslotte 77. En dan gaan ze uiteraard groepsgewijs rondstappen en dan kan er mogelijk nog een mutatie gaan plaatsvinden. Dat laten we lekker op ons afkomen en geeft de jury
natuurlijk ook de gelegenheid om in alle rust die paarden in stap nog eens even te zien rondgaan. En wellicht daarbij nog tot een wijziging in deze eerste opstelling te komen. De jury is eruit en ze gaan zo dadelijk opstellen. En ik geef alvast de microfoon aan de woordvoerder van de jury, in dit geval mevrouw Sabine Zwaga. Dankjewel Henk. Iedereen ook namens dit juryteam, bestaande uit Corrie Terpstra, Frans Smits en mijzelf, van harte welkom op deze zaterdag van de centrale keuring. De mist is weggetrokken, het zonnetje is erbij. Het is al gezellig druk en het belooft een mooie dag te worden. Wij hebben de eer vandaag om de koninginnenrubriek, een deel van de koninginnenrubriek, te keuren. Een deel omdat de driejarigen in twee banen gekeurd worden vanwege de grote aantallen. De eerste groep driejarigen ga ik aan u toelichten. Beginnen bij het paard wat hier nu voor me staat. Onderaan nummer 77. Een merrie die voldoende in het rechthoeksmodel staat. Die iets rijker in de rasuitstraling zou mogen zijn. Ook iets sterker in de bovenlijn. De merrie heeft voldoende droog beenwerk. Zou in de voorbeenstand iets correcter mogen. De stap is goed, takmatig, voldoende lichaamsgebruik. In draf toont de merrie voldoende buiging in het spronggewricht. Maar zou iets meer mogen doortreden. Deze merrie wordt geen voorlopig kroon. Dan zou ze extreemmatig rijker moeten zijn en ook in de draf meer moeten overtuigen. Dan catalogus nummer 73. Een merrie met een heel sprekend hoofd, die iets lichter gebouwd zou mogen zijn. Merrie beschikt al over een hele sterke bovenlijn, sterke lendenpartij. Het beenwerk zou iets meer kwaliteit mogen uitstralen. De merrie had in de stap eerst last van spanning. Dat kwam met name door het zweepgebruik in de andere baan. Later stapte de merrie ruim en krachtig. In draf daarentegen zouden we willen zien dat de merrie het achterbeen directer onder de massa plaatst en meer oprichting toont. Dus ook vanwege de draf en een stukje beenwerk geen voorlopig kroon. Dan catalogus nummer 75. Merrie met een heel fraai klein hoofdje met een lange voorpluk, al veel behang. Ook merrie die voldoende jeugd uitstraalt. Merrie die een sterke bovenlijn heeft, iets gerekt aandoet. Het achterbeen zouden we graag wat minder gehoekt zien. Beenwerk is wel voldoende droog. In stap zouden we graag zien dat ze een wat langere pas maakt. De draf is krachtig. Met veel vouw in het achterbeen, voldoende zweefmoment. Maar vanwege beenwerk en de stap geen promotie naar voorlopig kroon. Maar wel een hele mooie eerste premiummerrie uiteraard. Want we hebben hier de beste paarden van het seizoen. Dan catalogus nummer 72. Langgelijnde merrie met een fraaie halsvorm. Mooie lichte hoofd-halsverbinding. Merrie die zou iets sterker mogen in de bovenlijn. Heeft correct gesteld in zij-aanzicht beenwerk en droog beenwerk. Voorbeenstand zou wat correcter mogen. De merrie zou in stap wat meer mogen overtuigen. Mag meer door het lijf stappen en meer regelmaat tonen. In draf toont de merrie voldoende houding, maar zou meer mogen doortreden met het achterbeen en ook met meer snelheid. De merrie wordt geen voorlopig kroon. De stap is hier de beperkende factor.
catalogus nummer 76. Een voldoende hoogbenige merrie met een heel fraai hoofd. Mooie halsvorm. Merrie die veel ras uitstraalt. Sterk gebouwde merrie. Met een goede kruisligging. Sterke lendenpartij. Beenwerk is droog. Achterbenen zijn fractiesabelbenig. Merrie stapt voldoende. In draf zouden we toch graag zien dat het achterbeen sneller onder de massa wordt gezet. Komt een beetje na. Mag meer tot oprichting komen. Meer tot gedragenheid komen in draf. Extreemmatig een hele mooie merrie. Maar in beweging, met name in de draf, komt ze vandaag helaas tekort voor voorlopig kroon. Dan de twee paarden die over zijn, zijn op catalogusvolgorde geplaatst. De catalogus nummer 71 en 74. Deze beide merries worden voorlopig kroonverklaard en uitgenodigd voor de kampioenskeuring. Gefeliciteerd. Dank je wel. Zo, dat was rubriek 5A in ring 1. De resultaten aan u meegedeeld in een prima bespreking door inspecteur mevrouw Sabine Zwaga, die samen met inspecteur Corrie Terpstra en Frans Smits deze groep heeft beoordeeld en op tal heeft geplaatst. Goed, 2 dus voorlopig kroon. 71 Gerrit J. van den Oestehoeve, de Johannes maal Norbert. En uiteraard eveneens 74 Gia von Goldseehof, de Marcus maal Mewis van Bianca Geugjes uit Assendelft. En die zien we natuurlijk later vanmiddag terug voor het kampioenschap. Vervolgen we daar zo dadelijk in diezelfde piste met 5B. En uiteraard uw applaus voor deze groep. 3-jarige toekomstige fokmerries, want dat worden het in de meeste gevallen toch ook wel. Nummer 174 in baan 3. Jeltje van de Bokkenfarm. Norbert maal Dries. De fokker is C.J. Beentjes, Heilo. En de eigenaren zijn Cor en Nel Beentjes uit Heilo. Nummer 174 in baan 3. Verwachten we zo dadelijk dus in de vooropstelling de groep te vinden op pagina 102 en 103, catalogus nummers 78 tot en met 84. Meld u zich maar bij ringmeester Rijn Hettinga.
Ring 2, opgesteld voor de jury, catalogus nummer 104, Gaia S. van de Sprong. Vader Mijnte, 94, uit een Brent, moeder. Fokker, mevrouw Anita van Kempen, Elbersen in Rijkenvoort. En in eigendom bij mevrouw Elle van Kempen in Rijkenvoort. Rubriek 5b. Van start gegaan met de presentatie van 78. Hadewig van Bommelstein. Een jonge Elias 494. Uit de Alwin 469 dochter Sanne TT. Fokker-eigenaar J.J. van der Meulen in Broek Noord. Uiteraard een welkom ook aan de standhouders die traditiegetrouw deel uitmaken van de hele ambiance hier in deze prachtige locatie van Manege Gaasterland. Welkom aan Tweespan, Friso Tweespan in Boorn-Berchem van Elselien Renzen en Sybre Minkema, u allen neem ik aan wel bekend. Vroeg op Horsecare, zeker een oude bekende. Vrieling, sierwerk, setjes en zo betreft ruitersportartikelen. En natuurlijk de stand van het KFPS met de eigen kledinglijn. Weer met verschillende nieuwe items. Zeker de moeite waard om ook daar vandaag even een bezoekje te brengen. En in baan 2 loopt Gaia S. van de Sprong. Mijnte Maalberend. Fokker. Mevrouw A. van Kempen, Elbersen uit Rijkenvoort. En de eigenaresse is mevrouw Elle van Kempen uit Rijkenvoort. 104 in baan 2. Een verzoek aan de eigenaren van de 7 jaar en oudere Kroonmerries in baan 3. Wij staan te wachten op u. Nummer 182 graag naar baan 3. Ja, en een vriendelijk verzoek aan het publiek wat hier bij de ereloge vooraan staat. Het is de bedoeling dat u niet blijft staan, maar dat u even gaat zitten om niet het uitzicht van degene die daarachter zitten te beperken. 180 in baan 3, Veronique Kroonsport, AA. En met de combinatie Beert Mal Norbert. De fokker is mevrouw A. Postma uit Doezum. En de eigenaar is de familie Postma van der Meij uit Doezum.
180 in baan 3. Rubriek 7 jaar en oudere Kroonmerries. Ring 1 opgesteld, catalogus nummer 79, Hero van het Waad. Van meervoudig kampioen hengstekeuring Jurre 495. Uit een Uldrik moeder, fokkereigenaar T. Bruggeling in Holbert. En in ring 2, 105, Ines van Bijntemahoes, vader Johannes 484 uit de Norbert moeder, fokker mevrouw en de boer Huisman. En in eigendom bij mevrouw J. de Boer, beide in Sibranda huis. ...175 in baan 3. Puk van Vels. Een kroonmerrie uit de combinatie Norbert Mal Heitse. De fokker is H.J. Vels en mevrouw I.A. Velsnap uit Westendorp. En de eigenaren zijn Stal Jede uit Vledder. Nummer 175 in baan 3.
Ring 2, rubriek 5e, de voorlopige plaatsing. 99, 105, 102, 101, 104, 103 en tenslotte 100. Ik herhaal ze voor u. 99, 105, 102, 101, 104, 103 en 100. Terwijl de groep rondstapt, de jury nog nauwlettend aan het kijken of er wellicht nog gewisseld gaat worden van positie. En dan horen we dat uiteraard. En dan gaan we straks natuurlijk via de microfoon horen van woordvoerder van de jury, naar ik aanneem, inspecteur Piet Bergsma, hoe het gesteld is met de bevindingen van de jury. Ten aanzien van de kwaliteit in deze groep. En nog volledige concentratie, altijd grappig om te zien bij zo'n rondstapronde, waarin ieder nog probeert natuurlijk om zijn positie te verbeteren. Een samenspel tussen aandrijver en voorbrenger. En dan hoor ik zo op de achtergrond de jury nog druk overleggen. In dit geval mevrouw Jolanda Slootjes, Wil Thijssen en natuurlijk inspecteur Piet Bergsma. Er komt Witter ook uit de schoorsteen, zegt inspecteur Piet Bergsma. Hij is klaar om u de bevindingen van de jury te melden over de microfoon. Alsjeblieft, Piet. Dankjewel, Henk. We hebben 2, 4, 7 paren gekeurd in deze groep. En dan verbaast je van hoe goed als deze paren kunnen bewegen. We hebben eigenlijk stuk voor stuk hele goede bewegers. En wat maakt dan het verschil van Kroon en eerste stermerrie? Dan pak je het exterieur mee en dan kijk je naar duurzaamheid. Goed stappen, maar eigenlijk in deze groep vonden wij dat ze allemaal heel goed konden bewegen. Ik begin met nummer 100. Een paard wat veel ras heeft een lange hals die ook verticaal geplaatst is, een goede schouderligging. Sterke bovenlijn, misschien ietsje gedreven op zijn lendenpartij. Het kruis is iets afhellend. In stap zou de paard wat meer ruimte moeten maken. In draf was hij ietsje neerwaarts, maar had hij wel een heel sterk achterbeen. Wat ook goed onder het lichaam werd geplaatst. Al met al een goede eerste premie stermerrie. Maar voor Kroon zou hem iets opwaarts gebouwd willen zien. Nummer 103, ook een heel paard met veel rastypen, zou misschien ietsje meer nek kunnen hebben. Een verticale hals met ietsje onderhals. Paard is in het middenstuk misschien ietsje gerekt, is opwaarts gebouwd en zou in stap iets meer takt kunnen vertonen. In draf was hij wel voldoende opwaarts en ook een goed achterbeen gebruik. Maar ook voor een kroonmerrie willen we toch een stap met iets meer takt willen zien. Nummer 104, een
paard wat iets edeler in zijn hoofd zou mogen zijn, ook iets meer jeugd zou kunnen uitstralen. Heeft een voldoende lange hals die ietsje horizontaal is. In het middenstuk zou je voor een driejarig paard hem ook ietsje sterker willen zien. Een voldoende lang kruis, ook een voldoende lang voorbeen. In stap was hij heel ruim, misschien ietsje aan de ruime kant. Zou daar ook iets meer kracht in kunnen hebben. Ook in draf was dit paard opwaarts, ook een sterk achterbeengebruik. Maar voor een kroonmerrie zouden we iets meer jeugd willen zien en ook een ietsje sterkere bovenlijn. Dan krijgen we nummer 101, ook een paard wat misschien iets edeler in zijn hoofd zou kunnen zijn, iets meer ras zou kunnen hebben. De hals komt ietsje diep en zwaar uit zijn borst, heeft een sterke bovenlijn, kruis is voldoende van lengte. Ook dit paard zou iets opwaartser gebouwd mogen zijn. In stap was dit paard voldoende ruim, in draf bleef hij iets neerwaarts, maar ook een heel sterk achterbeen met veel zweefmoment. Maar voor kroon zouden we hem toch iets lichter gebouwd willen zien en ook iets meer opwaarts gebouwd willen zien. Nummer 102. Ook een paard wat voldoende edel in zijn hoofd is, zou ietsje meer neklengte kunnen hebben. Heeft een voldoende lange hals, ook een sterke bovenlijn. Een voldoende lang kruis. Het paard heeft een verticale... Even een opwaartse bouw. Paard is iets lichtzabelbenig, maar een paard wat ruim stapt, ook met een voldoende takt. In draf is het paard opwaarts en heeft een heel sterk achterbeen. Vanwege zijn goede bouw en ook veel voldoende rasttype wordt het paard vandaag voorlopig kroon verklaard. Dan krijgen we nummer 105. Een paard wat we heel graag zien. Oh nee, die wordt niet besproken, sorry. De eerste twee worden geplaatst. Ik zou hem al willen bespreken. Maar ze worden alle twee voorlopig kroon. Nummer 105 en nummer 99. We zien jullie graag terug in de kampioensring vanmiddag. Een mooie oogst in deze rubriek eigenaren foppers en natuurlijk ook voorbrengers gefeliciteerd. Drie voorlopige kroonmerries en de twee hoogst geplaatst, die zien we vanmiddag dus terug in de kampioenskeuring. Ja, best. En in baan 3 keuren we de 7 jaar en oudere kroonmerries. Rubriek 8A en daar schieten we alweer mooi mee op. Inmiddels 177 in de baan. Tinne van de Biest. Een kroonmerrie uit de combinatie Tjalle Malheidse. De fokker is Louis van Olmen. En de eigenaar is DHJ, de heer H.J. Oosterhof. Nummer 177 in baan. Verwachten we aansluitend in die ring 2 dus de volgende groep. Te beginnen met 106 tot en met 113. Meld u zich bij Harm van der Meulen. 106 tot en met 113. Anders gezegd pagina 110, 111 en 112.
In het middagprogramma zal vandaag de primeur zijn van de uitreiking van de Xerxina-trofee. In het leven geroepen ter nagedachtenis van de in februari overleden Petra van den Heuvel. Lange tijd een van de leading lady binnen het Fries paardengebeuren. Zeer bekend als speaker, journalist, hoofdredacteur van Friso. Actief jurylid en ter nagedachtenis aan haar wordt dus vanmiddag de Xerxina-trofee uitgereikt aan de beste sportmerrie vanaf de leeftijd 7 jaar en die minimaal in de subtop van de dressuur moet lopen. Dan komt nummer 181 de baan binnenstappen. Baan 3. Vita SA. Een kroonsportmerrie uit de combinatie Norbert Malbeert. Fokker-eigenaar A. van der Per uit West-Vleteren. Vita SA. Nummer 181 in baan 3. Ja, als je niet op de gaat, dan kan je ook. Maar dat we andere dingen hebben, dan kan je ook. Dan kan je aan de zin zo. Dat is wel een en een.
Baan 2, nummer 113. Imke van de Zwarte Parels. Bestemmer uit de combinatie Julius Malfelle. Fokker is LGM Iragi van Hoof. En de heer C.J. Wit. En de eigenaresse is mevrouw L. Heitema. 113 in baan 2. Nummer 176, in baan 3, rubriek 8A, 7 jaar en oudere kroonmerries, Fruikje T. van Sessing. Een kroonmerrie, de combinatie Bartele maal Volkert. En de fokker is de heer M&P Tank, het vragender. En die zijn ook eigenaren van deze mooie merrie. Vier en tachtig in ring 1.
Grietje Geertje van Lietz Grons. Vader Johannes 484. Uit een Tjalke moeder. Fokkereigenaar mevrouw J. Boonstra Hilkema in Hechtem. En dan weet ik niet of die al langs de kant ergens staan. Maar ik mag ze in elk geval samen met haar man feliciteren. Want ze zijn vandaag 25 jaar getrouwd. Proficiat. Aan de overzijde ring 2, 109, Gooitske R.V., vader Pier 48, moeder Minke R.V., die is van Norbert, Fokker, mevrouw I. Veenje Algra in Gerijp, en mevrouw B.T. van der Meulen Veenje Gerijp, en in eigendom bij laatst genoemde. Nummer 182 in baan 3. Tjarina Diana. Een kroonmerriëtte combinatie Alwin Mal Heinze. Fokker is mevrouw A. Kuipers Brouwer uit Jelsum. En de eigenaar is mevrouw K. Zwam uit Sint-Bastiaan. Nummer 182, dus in baan 3. Uit de bekende stam natuurlijk van Anneke Kuipers.
Ring 2. Catalogus nummer 110, Hester B. Vader, kampioenshengst, Johannes 484. Moeder Wendy B. Een dochter van Rindert 406. Fokker, eigenaar A.A. De Boer in Kuwaard. Ring 1, catalogus nummer 83, Gitta van Eberveld, vader Alwin 469, ook ooit kampioen oudere hengsten op de hengstenkeuring. Moedersvader van Bikkel 470, fokkereigenaar mevrouw A.J.A.C. Eberveld uit Waddinxveen. En dan denk ik dat we zo dadelijk eerst de plaatsing in ring 3 gaan beleven en vervolgens die van ring 1. Dus het kan zijn dat dat even op elkaar moet wachten, maar dat komt vast voor elkaar. Ik zie collega Dick Brummel al druk meeschrijven bij de jury. Rubriek 8a gaan we op tal zetten. Natuurlijk een spannende rubriek, 7 jaar en ouder kroonmerries. Want het houdt in 7 jaar en ouder dat je misschien wel uitgenodigd kunt worden vanmiddag voor het model of voorlopig model. Ja, deze zijn allemaal kroon, dus die worden model vanmiddag. De volgende volgorde willen we binnen hebben. 178. 180. 181, 182, 177, 179, 175, 174, 176 en 173. ...178, 180, 181, 182, 177, 179, 175, 174, 176 en 173. 182 even op de vierde plek. Even 108, achter 181. Thank you.
gaat zit nou. Ja, die heeft wel een keer best een goed. 7 jaar een oudere Kroonmerrie is natuurlijk een hele spannende rubriek. Ze hebben natuurlijk al het kroonpredicaat op zak, wat natuurlijk al geweldig is. Maar er is er nog eentje hoger. En dat is het modelpredicaat. Maar zoals we allemaal weten, dat is maar voor enkelen vandaag weggelegd. Kan ik u snel tussendoor even de volgorde bij rubriek 5b melden? 82, 80, 78, 83, 81 en 84. Ik herhaal ze voor u. 82, 80, 78, 83, 81 en 84. Volgens mij is de jury eruit en geef ik de microfoon aan de heer Hellings. Oké, dank u wel. We hebben hier de eerste groep kroonmerries. Die hebben zich in het verleden al bewezen. Ze zijn allemaal kroon, dus dat is de top van onze populatie. Zijn merries die ook allemaal goed een trastype staat. Allemaal mooi langgelijnde merries. Ook de bewegingen waren goed. Maar ja, deze komen dan toch weer voor een hogere waardering. Voor onze hoogste waardering model. En dan zijn toch weer de details die dan beslissing daarin zijn. We hebben gemeend deze volgorde te doen. We hebben hier 10 paarden gekeurd. Op de 10e plaats nummer 173. Paard dat goed in trastype staat. Ook in de bouw goede romprichting heeft. Goed beenwerk. Voldoende rechtgesteld. De stap hadden we graag iets meer zien doortreden. Iets meer zijn plaatsen getoond. Een draf. Goede ruimte erin. Ook voldoende oprichting. Waar we voor uitnodigingen voor model moet de beweging toch meer overtuigen. Dan nummer 176. Een heel merrie met een luxe uitstraling. Mooie rijke voorhand erop. Ook correct gebouwd. Sterke bovenlijn erin. Beenwerk voldoende kwaliteit. De stap voldoende ruim, hadden we graag iets meer activiteit gezien. Een draf, ook ruimte erin. Maar missen toch een beetje de lossigheid, de schakelend vermogen. En dat weerhoudt hem voor een uitnodiging voor model. Kom terug, kom niet terug. 174. Een merrie met goede rasuitstraling, mooie royale voorhand erop, sprekend hoofd. Lang gelijnd, goed schouder erin, ook een lang kruis, de rug kon een fractie sterker zijn. De correct beenwerken, goede kwaliteit, royale hoeven. De stap was je toch een beetje druk, moeten we daar toch meer ontspanning en de tred in vinden. De draf sterk van achteren uit en ook lichtvoetig. Hadden we graag iets meer ruggebruik gezien en dit weerhoudt dan ook voor een verdere uitnodiging. Nummer 175. Een paard dat goed trastype staat. Lange hals erop heeft. Had ik graag iets meer neklengte gezien. Voldoende sprekend hoofd. Goed schouder. De ruglijn hadden we ook graag iets sterker gezien. Voldoende lengte in kruis. Beenwerk. Voldoende hardheid. De hoeven hadden we graag iets royaler gezien. De stap heeft hij voldoende tred.
Mocht hij iets meer ruimte maken in de draf, heeft hij wel voldoende ruimte. Veel actie in de gewrichten. Hadden we graag meer ruggebruik gezien. De bouw en vooral de draf weerhouden voor een uitnodiging voor een medaille. Nummer 179, een merrie met een heel luxe uitstraling, ook modern belijnd, goede correcte bovenbouw erin, mooi evenredig gebouwd, beenwerk voldoende hardheid, veel hardheid erin, kon een sprong iets correcter zijn, de stap hadden we graag ook iets meer ruimte gezien, iets meer souplesse, en een draf maakt die veel houding, is hij lichtvoetig en goede ruimte erin. Kwaliteit beenwerk en de stap weer houden voor een hogere uitnodiging. Dan nummer 177. Een merrie met veel rasuitstraling. Mooi gevormde hals erop. Sprekend hoofd. Heeft ook lengte in de bouw. Kon in de verbindingen iets sterker zijn. Beenwerk heeft wel hardheid. Ook in de bouw van de sprongen iets correcter. De stap hadden we graag iets meer lossigheid gezien. Heeft wel voldoende tretten. De draf heeft hij goed achterbeengebruik. Voor kon hij iets verder uitzetten en iets meer reizen in de voorhand. De kwaliteit van de stap en de geslotenheid in de bouw weerhouden om voor een hogere uitnodiging. Dan hebben we nummer 182. 181, 180 en 178. Deze vier paarden willen we uitnodigen voor de medailleverklaring. Eigenaar, gefeliciteerd. Schön. Ah, wie goed. Schön. Ja, heute wird's teuer, Katja. Also. Dankjewel Jan Hellings voor de uitleg van de eerste groep 7 jaar en oudere kroonmerries. Een mooie rubriek. Merries, allemaal mooi in het type. Prachtige paarden natuurlijk. Ze hebben ook het kroonpredicaat. Maar de eerste vier, nummer 178, 180, 181 en 182. Die vier worden vanmiddag uitgenodigd. En om misschien wel te gaan voor het modelpredicaat. Fokkers eigenaren van harte gefeliciteerd. Maar natuurlijk ook 177, 179, 175, 74, 76 en 73. Ontzettend bedankt voor de deelname. En wat ik al aangaf. We hebben natuurlijk hier vandaag de top van het afgelopen jaar te keuren. Maar ik had ook al aangegeven, ze zullen zeker niet allemaal model worden. Maar ik denk dat het een heel mooi resultaat is. Vier paden vanmiddag naar de modelverklaring. Het is een redelijke grote groep, jongens. Kijk even, let even goed op elkaar. Neem de ruimte. Voor de tribune gaan ze nou stappen.
En die andere baan, loopt er nog twee aan de hand. En dan ligt helemaal stil. En zoals ik al een paar keer heb aangegeven, en net kwam ook nog even weer de vraag, en dat is ook heel belangrijk. Het 7 jaar een oudere kampioenschap. De paarden worden vanmiddag gekozen. De kandidaten daarvoor uit de groep merries die vanmiddag model worden. Rubriek 5b, op dit ogenblik aan het rondstappen in de piste. U vindt ze op pagina 102 en 103. En ik zou de deelnemers aan de volgende rubriek driejarigen uit 5c al willen oproepen om in de vooropstelling daar te staan. Hier nog even de volgorde: 82, 80, 78, 83, 81 en 84. En ook vandaag heeft men thuis de mogelijkheid om via de livestream alle drie ringen te bewonderen. We zijn heel benieuwd of daar ook op grote schaal gebruik van wordt gemaakt. En zeker voor mensen op afstand en in het buitenland is het heel interessant om dat op deze manier mee te maken. De jury is eruit. Ik geef voor de bespreking van deze groep de microfoon met alle genoegen aan inspecteur mevrouw Sabine Zwaga. Ja, dankjewel Henk. Tweede groep driejarigen hier terug in de baan voor toelichting. Mag het paard hier aan de... Oh, er wordt aan gewerkt. We beginnen met catalogus nummer 84. Een hele imponerende merrie, veel statuur, veel behang, veel rasuitstraling. Grootramige merrie met een sterke bovenlijn. Kwaliteit beenwerk is voor ons vandaag niet acceptabel. De stap die zou meer lengte in de passen mogen hebben. De merrie toonde veel vermogen in draf, heel mooi opwaarts. Maar open kroon vandaag, voorname vanwege kwaliteit beenwerk. Catalogus nummer 81 is een merrie die voldoende lang gelijnd is, voldoende rasuitstraling heeft, een sterke bovenlijn heeft. Een merrie die
in het beenwerk wat meer kwaliteit zou mogen laten zien. Ook de achterbeenstand zou wat correcter mogen. De merrie had in stap veel spanning, maar kon daarin wat meer overtuigen. Ook in draf zouden we graag zien dat het achterbeen directer onder de massa werd geplaatst, wat meer tot dragen kwam. Deze merrie geen voorlopige kroon vandaag. Catalogus nummer 83 is een royaal ontwikkelde hoogbenige merrie. Merrie met een goede romprichting die iets minder hellend in het kruis zou mogen zijn. Merrie heeft voldoende kwaliteit beenwerk, iets hol in het voorbeen. Merrie die stapt heel ruim en actief. In draf zouden we graag zien dat het achterbeen weer resoluter onder de massa wordt geplaatst. De merrie is een hele mooie eerste premiesterrenmerrie, maar komt overal net te kort voor voorlopig kroonverklaring. Catalogus nummer 78 is een hele imposante merrie. Merrie met veel statuur, veel rasuitstraling. Merrie met een sterke bovenlijn, goede kruisligging, die in zijn geheel wat meer jeugd zou mogen uitstralen. Merrie zou in stap meer mogen overtuigen, meer lengte van passen laten zien, ook meer gelijkheid van passen. De draf heeft veel buiging in het spronggewricht, maar zou wat meer oprichting mogen laten zien. De merrie die wordt geen voorlopig kroon, daarvoor is de stap te beperkend. Catalogus nummer 80 vervolgens. Ook een merrie met veel jeugduitstraling. Merrie met een goede bovenlijn die iets opwaartser gebouwd zou mogen zijn. Wel evenredig gebouwd. Merrie heeft droog beenwerk. Iets gehoekt in het achterbeen. De stap is actief. Voldoende ruim. De voorbeenstand kan erbij wat correcter zijn. Draf heeft veel buiging in het spronggewicht. Merrie heeft veel snelheid nodig nog. Dus nog een jeugdige merrie. Overal ook tekort voor voorlopig kroonverklaring, wellicht volgend jaar. En dan op kop geplaatst in deze rubriek, catalogus nummer 82. Deze merrie wordt voorlopig kroon en uitgenodigd voor de kampioenskeuring. Ja, eerst maar koffie. Oh nee, je moet plaatsen. Ja. Slagveld. In baan 3 zouden we graag weer paarden willen zien. 7 jaar en oudere kroonmerries. Beginnen er bij nummer 183. Graag paarden in baan 3, rubriek 8b. Goed. Een duidelijk verhaal van inspectrice Sabine Zwaga. Uw applaus. 1 voorlopig kroon. En die zien we uiteraard vanmiddag terug. Verwachten we hier dus zo dadelijk 5C, pagina 104 en 105, 85 tot en met 91. In baan 3 hebben we inmiddels nummer 185, Nelia L. Een kroonmerrie uit de combinatie Norbert Maalbeert. En de fokker-eigenaar is mevrouw IPJM Leemansveugen uit Maarhezen. Nummer 185 in baan 3.
ring 2, 112. Ide van de Arebohoeve, de vader is Tjalle, 454. Moeder Bertha van der Rolleman, fokkereigenaar R. Arends in Bijlen. En dan gaan we in diezelfde ring 2 zo dadelijk ook rondstappen en de definitieve plaatsing meemaken. Vader, gelukkig gezien het feit dat het vorig jaar door omstandigheden u allen natuurlijk wel bekend niet mogelijk was. En dan in dit geval ook dit jaar voor het eerst op deze schitterende locatie in de Friese Zuidwesthoek. Een hele fraaie complex van Manege Gaasterland. Waar we als organisatie ook prima mee hebben kunnen samenwerken om tot deze hele fraaie aankleding van deze accommodatie te komen. Drietal schitterende keuringsringen, ringen die een prachtige zandbodem kennen, een all-weather bodem. Eigenlijk wat dat betreft een ideale accommodatie. Ja, de enige factor die je daarbij dan niet in de hand hebt, dat is het weer. Maar goed, het is droog. En ik heb me laten vertellen, we hebben nog even contact gezocht met Piet Paulusma, dat het vanmiddag toch nog mooi weer gaat worden. En ja, ik denk dat we wat dat betreft kunnen concluderen dat dit tot dusver voortreffelijk verloopt. En ja, wat de kwaliteit betreft, ja, dat is natuurlijk altijd afwachten. Na zo'n lang seizoen komen de beste paarden vanuit heel Nederland en soms zelfs daarbuiten hier vandaag voor het voetlicht. En is het aan de jury om ze wel overwogen te beoordelen en vervolgens correct te plaatsen. En dan hopen we natuurlijk vanmiddag op hele aantrekkelijke kampioenskeuringen. En aan het eind van de middag hopen we met elkaar weer een hele stralende en sprankelende nieuwe centrale keuringskampioen te kunnen begroeten. Vanmiddag nog een tweetal, toch wel hele aansprekende rubrieken wat mij betreft. Aangespannen rubrieken voor de sjees, het tweespan, kampioenschap van Nederland voor de Friese tweespannen en vervolgens het kampioenschap voor de Fokmerries. Gisteren nog twee rubrieken verreden en we hebben hier natuurlijk het damesklasse kampioenschap eveneens voor de sjees. Twee toprubrieken tijdens deze centrale keuring waar we met veel belangstelling naar uitkijken. We gaan over tot de plaatsing in ring 2 zo dadelijk. De deelnemers aan rubriek 5G kunnen zich ook alvast melden in de vooropstelling.
volgorde voorlopig rubriek 5F. 109, 107, 110, 111, 112, 108 en tenslotte 106. Ik herhaal 109, 107, 110, 111, 112, 108 en 106. Ja, en dan heb ik eentje gemist, 113, die komt na 108. Dus een kleine correctie. Na 108 dus 113 en 106 als laatste voorlopig. En inmiddels komt het zonnetje erdoor. En we waren natuurlijk al aan het genieten, maar als die zon erdoor komt, wordt het alleen nog maar mooier. En ik denk dat het de hele dag zo blijft. En als u eens even tijd heeft, loop eens even ook bij onze standhouders naar binnen. Het tweespan staat daar met zijn paardenbenodigdheden. Vroeg op is weer aanwezig. De heer Vrieling heeft zijn stalling bezet. Setjes en zo, ruitersportartikelen. En natuurlijk het KFPS met hun eigen stand, hun eigen merken. Als u tijd heeft, of straks ook in de pauze, of even tussendoor, lopen ze even bij ze naar binnen. En inmiddels zijn we in baan 2. Aan het rondstappen. De jury bekijkt ze daar nog even. En zal Henk zo het woord aan de voorzitter geven. En in baan 3 zijn we bezig met de 7 jaar en oudere kroonmerries.
een rubriek, of rubrieken, waar natuurlijk heel veel op het spel staat. Word je wel of niet uitgenodigd vanmiddag voor de modelverklaring? Goed, de jury is hier eruit. Het zonnetje breekt door. Misschien wordt het ook wel een heel zonnig verhaal, dat wachten we even af. Het woord is in elk geval aan de woordvoerder van de jury, inspecteur Piet Bergsma. Ja, niet de man van hele grote verhalen, want dan moet je veel verantwoorden. Dus dat doen we maar niet. Nou, dan ook weer een groep met veel kwaliteit. En dan moet je toch ook even de groep heel goed overkijken van wat is de toekomst. En zijn ze goed genoeg in stap of zijn ze goed genoeg? Ze hebben allemaal een voldoende draf laten zien of een hele goede draf. En het zijn allemaal ook paren met uitstraling en veel rastypen. Je kunt ook niet zeggen dat er een paard zit wat hier niet op een centrale keuring thuis hoort. Het zijn allemaal heel luxe paarden. Maar dan gaat het toch nog even tussen kroon of geen kroon of naar de kampioensring toe. We beginnen met nummer 106. Een paard met een edel hoofd. Voldoende halslengte. Ook een sterke bovenlijn. Kruis zou iets meer lengte kunnen hebben. Paard stapt voldoende ruim. In draf zou je iets meer moeten reizen in de voorhand. En zou je ook het achterbeen iets meer onder zijn lichaam kunnen plaatsen. Maar al met al een goede eerste premiemerrie. Maar voor kroon zouden we toch niets meer opwaarts willen zien draven. Nummer 113. Ook een paard dat voldoende edel in zijn hoofd is. Een lange hals. Het paard was erg druk vanmorgen, of zo straks, om hem heel goed te kunnen beoordelen. Het paard heeft ook een sterke bovenlijn, een lang kruis, wat ook goed van ligging is. Het paard heeft een lang voorbeen, iets hol in zijn voorbeen. Het achterbeen is licht sabelbenig. In stap was hij, zou hij iets meer ruimte kunnen maken, ook iets meer het voorbeen uit kunnen zetten. In draf. Dan was hij goed op de voorhand, had een goed voorbeengebruik. Het achterbeen zou dan toch iets meer onder het lichaam kunnen worden geplaatst. Wordt vandaag ook niet tot kroon verklaard vanwege de stap zou ruimer moeten zijn. En ook iets meer een dragend achterbeen kunnen hebben. Nummer 108, ook een merrie. Die misschien iets edeler in zijn hoofd zou kunnen zijn. Ook de nek iets kort heeft. Het heeft voldoende halslengte. Ook een goede schouderligging. Paard is iets onderstandig. Sterke bovenlijn. Misschien ietsje strak op zijn lendenen. Paard zou in stap iets meer tact kunnen hebben. In draf had hij een heel sterk achterbeen. En liet het ook voorbeen. Zet hij er ook goed onder. Zet hij er goed uit. Al met al vanwege ras zou een stap vandaag niet kroon. Nummer 112. Ook een paard wat voldoende edel in zijn hoofd is. Hals is voldoende van lengte, is iets horizontaal. Een goede schouderligging, ook een sterke bovenlijn. Kruis zou iets meer lengte kunnen hebben. Paard wat voldoende ruim stapt, in draf ook voldoende en een sterk achterbeen heeft. Maar vanwege ras en ook kruislegging heeft een wel een horizontale romprichting. Maar het paard zou iets sterker moeten zijn nog. Ook vandaag geen kroon. Dan komen we bij nummer 111. Een paard met een verticale hals, een lange hals. Het hoofd zou ietsje edeler, ietsje vriendelijker kunnen zijn. Hij heeft een sterke bovenlijn, een lang kruis, ook een lang voorbeen. Het achterbeen is ietsje recht. De stap is ruim en krachtig. En in draf maakt de paard zich groot en dan komt de schoft omhoog. Zou het achterbeen ietsje meer onder het lichaam kunnen zetten. Maar vanwege een goede ras en ook een sterk, goede stap wordt het paard vandaag voorlopig kroon.
Nummer 110, ook een paard met veel ras. Heeft ook een lange hals, ook verticaal gesteld. De schouder ligt er goed in, sterke bovenlijn. Kruis zou misschien iets meer lengte kunnen hebben. Maar ook een paard wat goed stapt en ook heel goed draafde. Had een sterk achterbeen, wat ook goed onder het lichaam werd geplaatst. Wordt vandaag ook voorlopig kroon. En dan is het zoals gebruikelijk, deze twee paarden die overblijven, die worden niet geplaatst, die hebben ook niet geplaatst, die staan op catalogusvolgorde. Het zijn twee goede paarden, ze worden alle twee voorlopig kroon. Gefeliciteerd. Een mooie duidelijke uiteenzetting van inspecteur Piet Bergsma. De twee koppaarden zien we dus vanmiddag terug in de kampioenskeuring. Het kan een hele mooie spannende strijd worden met al die toppers uit die verschillende rubrieken. Die het dan in een allesbeslissende kampioenskeuring waar moeten gaan maken. En uiteindelijk, ja, één wordt kampioen en één wordt reservekampioen. Maar alleen al het feit dat je hier vandaag acte de présence geeft, dat zegt al genoeg dat je een goed paard op stal hebt staan. Dan verwachten we zo dadelijk hier rubriek 5G in ring 2. Pagina 114 en 115. 114 tot en met 120 en 115 kunt u doorhalen. Deze is afgemeld. En daar hoort uiteraard ook 121 nog bij. Die staat op de volgende bladzij. Dus totaal 114 tot en met 121. Die verwachten we in de vooropstelling. ...86 wordt gepresenteerd in ring 1. Gwantje, Antje, hoe kun je het bedenken? Vader Rommert, 498. Moeder Antje P, moeders vader Beert. Fokker-eigenaar J. Peters in Hogeloon.
Open! Ring 1, catalogus nummer 91, Imme van Velzicht. Vader, oud-kampioen Alwin, 469 van station De Nieuwe Heuvel, u alle wel bekend te Lunteren. Moeder Joukje van het Rijtveld en die is van Dries, 421. Fokker-eigenaar mevrouw A.M. Timmermans, De Vries, Wijk en Aalburg. Ring 2 opgesteld, 119. Hinde van een kruisbout. Vader Maurits, 437. De sporthengst van Willem Wester destijds, later in handen gegaan van Gebroeders van Manen, waar hij ook nog steeds op het station te vinden is in Ede. En deze hinde van de kruisbout die komt uit een beert, 411 moeder. Fokker-eigenaren Kees en Anja van As, Bikker Rumt. Gisteren hadden we hier op deze mooie locatie ook voor het eerst een nieuw initiatief vanuit het stamboek ontwikkeld, de Nieuwe Ledendag. Werd uitstekend bezocht en werd heel positief op gereageerd. En het is een prima manier gebleken om nieuwe leden te betrekken bij ons stamboek.
een kijkje te gunnen in de keuken van dat stamboek waar je dan nog niet zo lang lid van bent. En waar je natuurlijk een heleboel informatie kunt vinden, zowel op de website als in het maandelijkse ledenblad. Maar ook die goed bezochte ledendag gisteren blijkt toch weer een heel nieuwe impuls te kunnen geven aan de ontwikkeling van ons stamboek. En daar kunnen we met elkaar, denk ik, zeer tevreden en trots op zijn. En in baan 3 zijn we nog steeds bezig met de 7 jaar en oudere kroonmerries. Daar zijn we inmiddels in de baan, nummer 187. Neukomi du Grand Hercé. Velle maal Olaf. Zoals ik al aangaf. Een hele mooie rubriek natuurlijk. Ook wat de oudere paarden. Houdbaarheid en duurzaamheid vinden wij belangrijk binnen het stamboek. Dus dan is deze rubriek altijd weer spannend. Hoe hebben ze zich gehouden? Hoe zien ze eruit? En zitten hier misschien wel potentiële kandidaten voor bij die vandaag model gaan worden? Vorige rubriek hadden we de 4. Wat natuurlijk een prachtig resultaat was. En in deze rubriek 8b zullen we nog even moeten afwachten. Ring 1 voor de jury. Catalogus nummer 90. Ilja van Jensjes Pleets. Van Jurre 495. Uit een Michiel Moeder. Fokker. J.E. de Groot in Hilaert en in eigendom bij stal Chardon te Jorwert. Gisteren natuurlijk ook hele aansprekende kampioenen bij de jeugd. En die lijn hopen we natuurlijk vandaag door te trekken. Met name gisteren ook bij de Veulers. Veel kwaliteit met mooie bewegende kampioenen en dat gold zeker voor de Enters en de Twenters ook. En die kampioenen van de jeugd die doen natuurlijk vanmiddag nog mee voor het algemeen dagkampioenschap. Die zult u dus nog kunnen bewonderen. En dan hopen we natuurlijk ook dat we van de selecties vandaag vanmiddag hele aansprekende, mooie, rastypische en goed bewegende Friese paarden in de kampioensring mogen bewonderen en begroeten. Thank you.
Ring 1, catalogus nummer 95, GKH, vader Alwin, uit een Maurits moeder, fokkereigenaar WHP Hendricks in Reusel. Dat was de presentatie van nummer 186 in baan 3. Marije Helena L. Een kroon sportmerrie uit de combinatie Driesmal Leffert. De fokker is J.C. Lenus uit Bonte Bok. En de eigenaren zijn Stal Jede uit Vledder. En dan krijgen we weer de volgende in de baan. Nummer 188. Mevrouw Vrouwkje, kroon, een kroonmerrie uit de combinatie Velle Malfeitse. De fokker is J.G. van der Linden uit Terwispel en de eigenaar is Arno Thomassen uit Lunteren.
188 was de laatste in deze rubriek. Dus dan gaan we rubriek 8b, de 7 jaar en oudere Kromerries, zo op tal zetten. Plaatsingsvolgorde voorlopig rubriek 5D, ring 1, 85, 87, 90, 91, 88 en 86. Ik herhaal 85, 87, 90, 91, 88. En 86. En dan kunnen de deelnemers uit rubriek 5D er alvast rekening mee houden dat ze zo dadelijk hier in ring 1 aan de beurt zijn. Betreft 92 tot en met 98. Zo ziet u, het loopt allemaal even iets tegelijk. Maar we gaan eerst even de driejarige merries bespreken in baan 1. Mevrouw Zwaga zal dat gaan doen. En daarna gaan we in baan 3 de volgende groep, rubriek 8b, 7 jaar en oude kroonmerries, op tal zetten. Goed, de jury is eruit voor het bespreken van deze rubriek. Geef ik met alle genoegen het woord aan Sabine Zwaga. Dankjewel Henk. Mooie groep, mooie derde groep driejarigen. We beginnen met catalogus nummer 86. Dat is een merrie met een heel vriendelijk hoofd. Merrie die ruim voldoende uitstraling heeft, iets meer neklengte zou mogen hebben. Merrie zou iets sterker in de bovenlijn en in de aansluitingen mogen zijn. Het beenwerk is voldoende droog. Achterbeen is een fractie sabelbenig. De stap zou wat mooier aangesloten kunnen zijn. De merrie heeft een opvallend goede draf met veel takt, krachtig achterbeen, veel buiging. Maar bouw en de stap zijn vandaag niet toereikend voor kroonverklaring. Dan catalogus nummer 88, een langgelijnde merrie die iets opwaarts gebouwd zou mogen zijn. Merrie doet iets gerekt aan, heeft een goede kruisligging. Beenwerk heeft kwaliteit, voorbeenstand zou iets correcter mogen. Het paard heeft wat moeite om zich te geven in de stap. In draf heeft merrie een voldoende krachtig achterbeengebruik, voldoende souplesse. Merrie wordt vandaag geen voorlopig kroon.
Voornamelijk stap- en beenwerk zouden daarvoor meer moeten overtuigen. Catalogus nummer 91 dan. Een correct gebouwde merrie met een hele sterke bovenlijn, veel behang. Voor de rasuitstraling zou je met lange hals nog iets verticaler gesteld willen zien. Merrie heeft correcte beenstanden. Merrie had bij de individuele presentatie wat last van spanning in de stap. Maar hier in de groep stapt ze weer overtuigend. In draf toont de merrie een goede techniek. De draf is ook voldoende opwaarts. Ja, we zouden graag zien dat ze dan de rug ook wat meer gebruikt. Alleen deze merrie maken we voorlopig kroon. En dan hebben we drie koppaarden. En deze koppaarden hebben we op catalogus volgorde binnen laten komen. 85, 87 en 90. Alle drie merries voorlopig kroon. En we willen ze ook allemaal graag terugzien in de kampioenskeuring. Gefeliciteerd. Alle drie catalogus. Volgens mij is baan 1 klaar. Dan gaan we naar baan 3. 7 jaar en oude kroonmerries. En die willen we in de volgende volgorde binnen hebben. 184. 185. 187. 188. 183. 186. En 189. Ik zal ze nogmaals opnoemen. 184, 185, 187, 188, 183, 186 en 189. Een mooie oogst in deze ring 1. 4 voorlopig kroon, waarvan er dus 3 zijn uitgenodigd voor de kampioenskeuring. En dat zegt wat over de kwaliteit. We gaan eens kijken of dat vanmiddag zich ook vertaalt in wellicht een kampioenschap, dan wel een reservekampioenschap. En dat gaat vast een hele spannende strijd nog worden. Rubriek 5D, zo dadelijk aan de beurt in ring 1. Catalogus nummers 92 tot en met 98. En in baan 3 hebben we inmiddels de paarden aan het rondstappen. 184, 185, 187, 188, 183... Dan mis ik nog volgens mij 186. En dan 189. Ring 2, 114 in draf te bewonderen. Indira von Lungau. Johannes Maal Wiemer. Fokker Friesenveerde Lungau en eigenaresse Alea Ekman in Bieleveld. En dat onderstreept het internationale karakter van deze keuring en uiteraard ook van ons stamboek, waarvan we inmiddels in meer dan 70 landen op de wereld afdelingen hebben van het KFPS.
mensen die allemaal op enig moment hebben verloren aan dat schitterende barokke en toch ook zo hele aansprekende, schitterende Friese paard. In baan 3 stapt weer een mooie collectie kroonmerries rond. Ook leuk te zien dat hier al wat kroonmerries bij zijn. Die zijn al wat ouder, inmiddels al 10 jaar. En het woord is zo aan de jury. Welke gaan wij misschien wel vanmiddag terugzien en gaan een gooi doen naar het modelpredicaat? Volgens mij is de jury er bijna uit. En dan geef ik het woord aan de heer Jan Hellings. Ring 2 opgesteld, 118, Hultje BL. Vader Nane 492 uit een beertmoeder genaamd Marijke Amarins. Een kroon, een preferente merrie met 7 sterwaardige nakomelingen. Fokker, eigenaar, mevrouw M. Brandsma Leijendekker te Witmarsum. Oké, we hebben hier de tweede groep kroonmerries. 7 paarden. De 7e plaats nummer 89. Merrie die goed in trastype staat. Royaal front erop heeft. De bouw, goed schouder. We hadden hem toch graag iets sterker in de middenhand gezien. Ook voldoende lengte in het kruis. Het paard heeft hard beenwerk. Ook correct gesteld. De hoeven konden iets royaler. De stap, een goede tak erin. Mocht er iets meer doortreden. Maar wel kracht erin. En een draf, goede ruimte. We hadden hem er graag iets meer zien reizen naar voorhand. Iets meer dragend achterbeen ingezien. Dit paard wordt ook gezien zijn ruglijn niet uitgenodigd voor de model. Dan hebben we nummer 186. Een paard met heel veel rasuitstraling. Een mooie gevormde hals. Mooie kap erop. Ietsje zwaar in de hals. Ook sprekend hoofd. En de bouw, mooi schouder in. Ook veel lengte in het lichaam. De ruglijn kon ook iets sterker. Beenwerk. Voldoende hardheid. De hoeven konden iets royaler. De stap heeft die goede ruimte. Voldoende tred erin. En een draf. Ook wel voldoende ruimte, maar hadden we ook graag iets meer dragend gezien en iets meer ruggebruik. Vandaar ook geen uitnodiging voor het model. Dan hebben we nummer 183. Een merrie met een luxe uitstraling. Goed rastype. Mochten misschien iets meer kap erop hebben. Verder ook correct gebouwd. Beenwerk, goede hardheid. Ietsjes recht in de achterbeen. De stap, goede tak erin, hadden we graag iets meer ruimte gezien en iets meer souplesse. Ten draf, voldoende ruimte en kracht, ook graag iets meer dragend achterbeen. Dit paard wordt ook niet uitgenodigd voor de modelverklaring, omdat er ook in de stap meer overtuiging moet zijn. Dan hebben we nummer 188. Merrie die goed een trastype staat, royale voorhand heeft. Ook heel correct gebouwd, dus lang gelijnd, goede bovenlijn erin. Had ik graag iets meer hardheid in het achterbeen gezien. De stap en de voldoende ruimte. Ook een goede takt, iets meer souplesse mocht hij tonen. En de draf, ook veel ruimte in de beweging. Mocht iets flitsender zijn in het achterbeen en daardoor iets meer ondertreden. En de kwaliteit beenwerk en de draf weerhoudt hem voor een uitnodiging voor een model. De nummers, het volgende paard, nummer 187, nummer 185 en nummer 184, worden uitgenodigd voor de modelverklaring. Eigenaar, gefeliciteerd.
Dankjewel Jan Hellings voor de uitleg van deze groep rubriek 8B. Waarvan wij drie paarden vanmiddag terugzien voor het misschien wel behalen van het modelschap. Maar dat zal nog eventjes op zich laten wachten. En dan begint het weer opnieuw. Ze zullen zich weer moeten laten zien. En dat geldt voor nummer 184, 185 en 187. Maar onze dank is ook groot naar nummer 188, 83 en 86 en 89. Ontzettend bedankt voor de deelname. Heel veel succes. En Fokkers eigenaren gefeliciteerd. ...184, Lopke, 185, Nelia L. En 187, Nokomis. Nokomi, die zien we vanmiddag terug. En zo hebben wij voor vanmiddag al 7 merries die een kans gaan maken om het modelschap binnen te halen. Maar we krijgen nog een rubriek 8C. 7 jaar en oudere kroonmerries. En die zouden we graag naar de baan willen hebben. Beginnen er vanaf 190. ...190 tot en met 197 graag naar baan 3. Valentina van der Ridderdijk, een kroonsportmerrie uit de combinatie Alwin Malfritse, staat in baan 3. Mevrouw A. Duiven, een Lettinga uit Hartwet, is de fokker en de eigenaar is Jaap van der Meulen uit Broek Noord. 192 staat inmiddels voor de jury in baan 3. Thank you.
De drafronde van Hiltje van Kleiterp, catalogus nummer 94. Van de Hengst Johannes 484 uit de beroemde Wiltje A. Oud-centrale keuringskampioenen, de modelmerrie Preferent. Fokker combinatie de Vries in Wiewert. En in eigendom bij familie Elzinga de Vries in Slappeterp, deze Hiltje van Kleiterp. En dan in ring 2 opgesteld, 117, Hanna Xena. Van Julius 486, uit een harmenmoeder, fokkereigenaar mevrouw J.H. Luchtenberg, Westerkamp in Bassé. De meeste van u die hier te gast zijn vandaag, die kennen natuurlijk wel de procedure van zo'n centrale keuring. Hoe kom je daar terecht als deelnemer? Voor degenen die dat, die daar minder in thuis zijn. Die paarden zijn allemaal geselecteerd die hier vandaag te bewonderen zijn middels hun eigen fokgebied, waar ze op hun jaarlijkse fokdag een eerste premie kunnen verdienen en aansluitend dus kunnen worden uitgenodigd voor de centrale keuring. Dus alleen de beste paarden uit alle fokverenigingen die in Nederland en de buitenlanden rijk zijn, die kunnen middels een eerste premie hier op de centrale keuring verschijnen. En daar de strijd aangaan om de diverse kampioenstitels in de diverse leeftijdscategorieën. ...121, baan 2. Hanna van de Benninger, vader oud-kampioen Tjalle, uit de Norbert, moeder, maatschap AFPW Kamminga, uit de Westereen. Die zijn fokkers en eigenaren van deze Hanna. En dan gaan we in die groep zo dadelijk ook rondstappen.
in de voorlopige volgorde. Ring 1, catalogus nummer 96, Irma W., de nane dochter uit een Dries moeder, fokkereigenaar, familie T. en A. Wever te Langezwaag. Zo'n centrale keuring draagt natuurlijk ook iets van een reunieachtig gebeuren in zich. En zeker gezien het feit dat we de achter ons liggende periode nauwelijks elkaar konden ontmoeten op de diverse fokdagen, is dit ook zeker gisteren en vandaag de gelegenheid om oude bekenden weer eens even tegen te komen, een praatje te maken, wat zaken uit te wisselen. En dat alles draagt bij aan die gemoedelijke en gezellige sfeer van deze centrale keuring hier in de Friese Zuidwesthoek. Op deze, en ik blijf het zeggen, schitterende locatie van manege Gaasterland. En dan kan ik u nog melden dat ze ook van SBS6 de centrale keuring hebben ontdekt. Maken hier vandaag ook opname en zullen ook in de komende periode nog hier en daar opnames maken. En waarbij op een nader te bepalen tijdstip een programma tegemoet kunnen zien over liefde voor de paardensport. En daar zullen verschillende, ja, bekende voor ons althans en voor u ook zeker optreden. En dan meld ik mij weer in ring 2, waar juryvoorzitter Piet Bergsma en zijn secondanten Wil Thijssen en mevrouw Jolanda Slootjes drukdoende zijn om tot een eensluidend oordeel te komen. En dan meld ik u zo dadelijk de voorlopige opstelling in deze laatste groep hier in ring 2. ...194 in baan 3. Verona van de Zweltjesstaten. Dan de combinatie Epke, heb ik hier voor u Jerke, de plaatsing Eilander uit Leek uit rubriek 5G. En de eigenaar is de heer R.W.J. Meijer Zierikzee. En jij mag weer, Henk. Een kleine kortsluiting, Dick. Goed. Schrijft u maar mee, 121... Nee, herstel 118,
118, dan 121, dan 110, 114, 117 en 120. Ik herhaal ze voor u. 118, 121, 110, 114, 117 en tenslotte 120. Bovenaan. Moet opschroeven, hè? Ja, net naar onderen. Dus ik word wat verkeerd. Vaak. Heel vaak. Ja. Ja. 118, 116, 114, 117. Het wordt er niet overzichtelijker op voor u, denk ik. Ik zal er nog een keer proberen correct door te geven. 118, 121, 116, 114, 117 en 120. Drie keer in scheepsrecht. En nummer 95, GKH, stapt rond in baan 1. Een Alwinman Maurus. Fokker-eigenaar WHP Hendricks Reuzel. En zoals u ziet, af en toe als de paarden dan gedraafd hebben, dan laten we ze daarna nog even rondstappen. Vaak zijn ze dan wat ontspannender. En in baan 2 bij mijn collega Henk Dijkstra stapt weer een mooie groep driejarige merries rond. En Henk zal zo denk ik de microfoon weer geven aan de voorzitter. En wie weet komen daar weer een aantal mooie kroonmerries uit. Of voorlopige kroonmerries. 121 een plek naar voren. 121 één plekje opschuiven. Nummer 97 in baan 1. De jury is eruit. Ik geef voor de toelichting met alle genoegen het woord aan Piet Bergsma. Ja, dankjewel. Het is onze derde groep, driejarige paarden. Ook allemaal paarden die eerste premie waardig waren. Ook hele luxe paarden. Veel ras. Ik begin met nummer 120. Een paard wat misschien iets eerder in zijn hoofd zou kunnen zijn. Iets meer nek kunnen hebben. Heeft een verticale lange hals. Ook een sterke bovenlijn. Het beenwerk hadden we een kleine bemerking op. In stap is het paard wel voldoende ruim en heeft hij ook voldoende veer. In draf zouden we hem toch graag iets meer opwaarts zien draven. En ook het achterbeen iets meer onder het lichaam willen zien vouwen. Dit paard wordt vandaag voor geen voorlopig kroon vanwege een iets neerwaartse draf. En ook iets meer gedragen draf had hij moeten hebben. Dan krijgen we nummer 117, ook een paard wat iets edeler in zijn hoofd zou kunnen zijn. Heeft voldoende nek, ook de hals is voldoende lang en is verticaal gesteld. Heeft een goede schouderligging, ook een sterke bovenlijn. Kruis is goed van ligging. Het paard stapt voldoende, zou ietsje ruimer kunnen stappen. En in draf zou hem graag iets meer opwaarts willen zien draven met iets meer zweefmoment. Nummer 114.
Een paard wat voldoende edel in zijn hoofd is. Heeft ook voldoende halslengte die iets horizontaal is. Sterke bovenlijn, de kruis is voldoende van lengte. De stap zou ook iets meer ruim, iets ruimer kunnen zijn. Ook iets meer takt. In draf is het paard voldoende opwaarts. Zou ook dan het achterbeen iets meer voor een kroonmerrie onder het lichaam moeten vouwen. Nummer 116. Paard wat voldoende edel in zijn hoofd is, ietsje zwaar in zijn hals, ook iets zwaar in zijn hoofd-halsverbinding. Een sterke bovenlijn, ietsje strak op zijn lendenen. Kruis is voldoende van lengte. Het paard zou met iets meer takt moeten stappen, is af en toe wat kort lang. Is voldoende gedragen in de draf, heeft ook een goed voorbeengebruik. Maar voor een voorlopige kroon zou je iets beter moeten stappen. Nummer 118, ook een paard wat iets edeler in zijn hoofd zou mogen zijn, heeft een lange verticale hals, is ietsje stijl in zijn schouder, heeft een voldoende sterke rug, aansluiting kruislenden zou ietsje sterker kunnen zijn, kruis zou ook iets meer lengte kunnen hebben, het paard zou iets taktmatiger moeten stappen en ook in draf is dit paard voldoende gedragen, zou iets meer kunnen reizen in de voorhand. Dan krijgen we nummer 121. Is het bewijs dat niet alle paarden... Oh ja, die wordt uitgenodigd voor de kampioenskeuring en is voorlopig kroon. ...121 dus voorlopig kroon. En een dolgelukkige eigenaar is gevraagd om vanaf de tribune de ereronde met zijn paard te lopen. Veel enthousiasme langs de kant. Kijk eens eventjes. En die zien we vanmiddag dus ook terug in de kampioenskeuring. 121, Hanna van der Benninger van de Maatschap. Het syndicaat, zeg ik wel eens gekscherend, AFPW Kamminga in de Westereen. Dan wordt de piste al gedeeltelijk afgebroken en ontruimd, zodat we straks het volgende programma gedeelte met nog meer mogelijkheden kunnen ontwikkelen. Ring 1, de presentatie van 98, Hanneke C. De vader is Beert, 411, de preferente sporthengst. En de moeder is Boukje C, een dochter van de hengst Anton, die een groot gedeelte van zijn leven in Amerika doorbracht. Fokker J. M.W. Cent in Netterden en de eigenaresse van Hanneke C. is mevrouw I.R. Pen in Heelweg.
193 draaft door baan 3. Tietske van de Domstede. Epke Malteunis. En de fokker is mevrouw T. van Leeuwen Roks uit Langbroek. En zij is ook de eigenaresse. Nummer 193. Ring 1, nummer 89, Hotske van de Marne, vader Alwin 469, uit een Jaspermoeder, fokker D. van Voeken te Bolzwart en in eigendom bij mevrouw J. Boonstra Hielkema te Hichtem. In baan 3, nummer 196, Tamke van Nico Stables. Uldrik Maljorn. De heer J.F.M. van de Boogaard uit Weert is de fokker. En de eigenaar is de familie Tank uit Vragender. Nummer 196 staat inmiddels voor de jury. En zoals u ziet werken we al langzaamaan toe naar het middagprogramma. Een gedeelte van de ring wordt al afgebroken om straks een mooie kampioensring samen te stellen. En ik wil nogmaals aangeven, we hebben hier een prachtige locatie hier in Haarig bij Manege Gaasterland. Geweldige banen om ook voor de paarden om te lopen, maar ook voor de voorbrengers. En zo ik dan ook in de wandelgangen hoor, is iedereen daar super tevreden over. En natuurlijk, het weer werkt vandaag ook gigantisch mooi mee.
Ring 1, nummer 92, Insight van Bach, van kampioen oudere hengsten Johannes 484, uit een Ulrik moeder, fokkereigenaar Anna-Marie Bach uit Niebe. Tjitske van stal Bellefleur, nummer 197, staat voor de jury. Een kroonmeriëte combinatie Beertmaal Maurits en de fokker-eigenaar. Dat zegt de stalnaam natuurlijk al een beetje, dat is de familie Derksen uit Oosterhout. Nummer 197, Tjitske van stal Bellefleur. Thank you.
opgesteld voor de jury nummer 93 uit rubriek 5D. Huara van de Hondshoeve. De vader is Alwin. Uit een Duitse moeder, Fokker, mevrouw Snellenberg in Grashoek. En in eigendom bij mevrouw D. Lokhorst Ruinemans in Kamperveen. Dat was de laatste, nummer 197 in baan 3. Nog even rustig rondstappen. En inmiddels heb ik ze op papier staan. Rubriek 8C. 7 jaar en oudere kroonmerries. De laatste rubriek. 192. 194. 196. 197. 190. 193. En 191. Zo willen wij ze graag binnen hebben. En laat ze nog even mooi rondstappen. De jury zal ze nog eenmaal bekijken. Ook in de groep. Jelle. De laatste groep in deze baan. En dan gaan we zo naar het middagprogramma toe. Ook een heel mooi programma natuurlijk, waar we straks gaan starten met de modelmerries. Daarna de modelverklaring. Maar ook heel mooi natuurlijk een kampioenschap, twee span voor de chase. Dan een kampioenschap driejarige. Dus Sercina trofee zal uitgereikt worden.
een nieuwe trofee aangeboden door helaas onlangs overleden Petra van de Heuvel. Kampioenschap 4 tot en met 6-jarige merries. Huldiging Jong Fokker van het jaar. 7 jaar en oudjaar kampioenschap. En dan kampioenschap merries voor de Chase. En dan hopen we tegen een uur of 5 de algemeen dagkampioen bekend te kunnen maken. Maar wie van deze merries gaan er nog mee vanmiddag naar de modelverklaring? ...192, 194, dan 196, dan 197, dan hebben we 190, 193 en 191. Een mooie collectie. De 7 jaar en oudere kroonmerries. En volgens mij is de jury eruit en geef ik de microfoon aan de heer Jan Hellings. Volgens mij zijn ze eruit. Ik geef de microfoon aan Jan Hellings. Oké, de laatste groep kroonmerries. Zo'n merries die lang gelijnd zijn, goed in het rastype staan. En met goede bewegingen. We hebben hier 7 paarden gekeurd. De 7e plaats nummer 191. Een merrie die goed in trastype staat, mooie royaal front erop heeft, lange hals, mooi hoofd. Ook lange lijn, dus sterke bovenlijn erin. Vandaag missen we toch wel de kwaliteit in de achterbenen. De stap hadden we graag ook iets meer ruimte, iets meer kracht gezien. En een draf heeft hij wel voldoende ruimte, maar mist hij ook een beetje het dragend achterbeen. Dus vandaar ook geen uitnodiging voor modaal. Dan nummer 193. Merrie die voldoende in het rastype staat. Goed gevormde hals. Ietsje zwaar. Sprekend, voldoende sprekend hoofd. En een bouw evenredig gebouwd dus. Hij mocht iets meer rek hebben in het lichaam. Beenwerk heeft hij wel hardheid in. Maar komt correcter in de voorbeenstand. Ook iets gehoekt in het achterbeen. In de stap heeft hij voldoende ruimte en takt. En een draf ook goede ruime passen, maar missen we toch een beetje de balans. Vandaag gezien de correctheid in de benen en ook de niet toereikende draf, geen uitnodiging voor me daar. Dan hebben we nummer 190. Een merrie die goed in trastype staat, veel front erop heeft. Ook een massale merrie. Voldoende lengte in het lichaam, ietsjes neerwaarts, een beetje hellend in het kruis. Het beenwerk, goede hardheid, ook rechtje staan in de voorbeeld, iets gehoekt. De stap, hadden we graag iets meer souplesse, iets meer door zien treden. De draf heeft hij wel kracht, maar missen we toch ook de losheid en de gedragenheid. En daarom ook geen uitnodiging voor model. De nummers 197, 96 en 194 en 192 krijgen uitnodigingen voor de modelverklaring. Eigenaar gefeliciteerd.